Dus de reeks bewegen als antwoord is eigenlijk open voor iedereen. Voor man, vrouw, hoe je ook voelt. Die is eigenlijk voor iedereen, voor te bewegen. Die voelt, hè, voor bepaalde mensen die voelen, ik zit vast, letterlijk vast in mijn leven. Ik zit vast in thema's in het leven. Of bijvoorbeeld, ik voel me vastzitten in mijn lijf. Dan, zoals de titel ook heeft, is bewegen het antwoord. En dat, het is niet per se ook dat je helemaal vast moet zitten. Hè? Het is niet, hè, daarom zit ik hier zo zwart-wit of bruin-wit, van zo moet het zijn of zo moet het zijn. Het is, de mensen zijn, iedereen is eigenlijk welkom. Hè? En specifiek als je voelt dat je vermoeid bent, dat je wat energie mist. Dat je eigenlijk je uit elkaar voelt gevallen, hè? Zo letterlijk zo, dat je niet de verbindingen meer voelt in je lijf, dat je in zware beslissingen zit, dat je even hebt van oei, het is te veel input, dan is het eigenlijk heel belangrijk om gewoon het hele lijf te gaan bewegen. Daarnaast is het ook een heel toegankelijke reeks ook voor mensen die zelf in opleiding zitten, die geïnteresseerd zijn om lichaamsgericht te werken. Hè? Dus bijvoorbeeld in de sociaal sector werken en die ook zelf lichaamsgericht werken, willen we gaan werken. Het is ook een inspirerende reeks. Maar het begint eerst met jezelf. Hè? Je kan zoveel mooie dingen doen met andere mensen, maar als je het zelf niet in je lijf beweegt, doet, dan is het ook maar een oppervlakte dat je doet. Dus bewegen als antwoord is eigenlijk ook wel een uitnodiging om even voor iedereen die tijd voor zichzelf wil maken, maar in beweging. We zijn niet op zoek per se naar ontspanning, maar wel naar bewustwording. En meer het lijf te voelen. En het zou kunnen zijn dat je in het begin wat stram voelt of dat het niet helemaal loopt. Maar daar gaat het niet om. We zijn niet bezig met vormen te maken. We zijn niet bezig om onszelf lenen te maken. We zijn bezig om meer in het lijf te komen en te voelen wat gebeurt er in het lijf en hoe kan ik het in beweging brengen. Ja. En daaruit, uit die reeks, kan je dan bijvoorbeeld oefeningen halen die voor jou heel fijn zijn om tijdens de dag te herhalen. Want hoe meer je het herhaalt, hoe meer je voelt ook dat het effect heeft. Zo. En dus het is een redelijk korte reeks, omdat ik ook mensen wil. Het is in dit drukke leven niet evident om je lang vrij te houden. Maar het is kort, maar inspirerend genoeg om het verder ook te vervolgen. Dus het stopt niet nadat de reeks stopt. De filmpjes worden ook opgenomen, dus je mag ze ook hebben. Het is natuurlijk voor die personen zelf. Dus we gaan dat niet delen aan derden. Dus het zijn voor de mensen die in die reeks zitten. Maar dan kan je ze ook herbekijken als je wilt. Hè? Als je opnieuw weer input wilt. De reeks kan je zowel volgen als live als online. Dus er zijn ook een aantal mensen al internationaal ingeschreven. Dus het is niet per se beperkt in dat je er moet zijn. Maar het is wel een aanrader om er te zijn. Dus het kan ook een combinatie zijn dat je online en dan een keer live komt. Zodat je het echt ook, want ik werk ook met iedereen, hè, met hands-on. Dus dat helpt de bewegingen meer te voelen in het lijf. En dat is natuurlijk moeilijker online. Maar niet onmogelijk door de instructies verbaal te maken. Maar, dus eigenlijk maakt deze reeks het ook toegankelijk als het niet zo praktisch mogelijk is om helemaal naar Koskamp te komen. Om het ook te volgen. Maar je bent wel ook zeker van harte welkom om het live te volgen.